Jij bent gek op lollies. Ja, gek op lollies. Ik wil heel chill dat wij gewoon weer in bad kunnen. Ik hoop dat Chess ook een keer wat mee gaat eten, want die heeft een hongerstaking. Papa! Dit is een boekje en er staat allemaal... Heel leuk. Zit jij nou mee te bemoeien dan? Het is vandaag dinsdag en Chess heeft gisteravond voor het eerst op zijn kamer geslapen. En dat ging echt super goed. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed ging. We hebben hem de hele nacht niet gehoord. En vanmorgen ging om 8 uur bij hem kijken en toen was het echt zo... Hey mama, het is echt super schattig. Dus ja, helemaal top. Dus ik ga nu dit kamertje even klaarmaken voor Fie. Dus dit ledikantje, die moet omhoog. Volgens mij hoor ik zo hard aan het praten dat Fie wakker is geworden. Het is ook echt een ruk, want ze slaapt echt overdag telkens 3 kwartier of zo. Ja, eigenlijk moet echt alles in deze kamer nog veranderd worden. Want ik heb een nieuw vloerkleed besteld en de klamboe heb ik ook in een andere kleur besteld. Want ik vond deze kleur klamboe vond ik niet zo mooi bij deze kleur muur. Ja, ik had deze voor Jess gekocht in een beetje bruinige tintkamer. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Ik heb hier even het speentje gegeven en ik had dus een pakketje binnen gehad. Dus die ga ik eventjes unboxen en dan kan ik alvast eventjes kijken of dat leuk zit op het nieuwe bedje. Ik had namelijk een nieuw hoeslaakje besteld voor de ledekant voor Fie. Even leuk erop doen en even kijken hoe het staat. Kijk, dit is dus het hoeslaakje. Hij is van Barbara Friends. Hij is wel vrij prijzig, want hij is dus €45. Eigenlijk belachelijk voor een hoeslakentje, maar... Ja, ik vind het dus echt wel mooi om daar gewoon echt mooie items te hebben. En de rest, ja, sluit wel gewoon aan met Hema of, nou ja, wat goedkopere. Ik was trouwens vanmorgen naar de Jysk. En hier hebben ze wat van dat leuke inpakpapier. €2. En, nou ja, dan heb je 6 meter behang, wilde ik zeggen. Had trouwens ook zomaar een behangetje kunnen zijn. Maar inpakpapier dus. Dit is hem dus. Het leuke hoeslakentje. Echt love it. Helemaal blij mee. De kleed besteld, die komt van de week binnen. Dus die zal ik van de week nog even laten zien. Ja, ik moet alleen nog even een leuk dekentje hierbij bedenken. Ik heb nog wel wat van Chess, maar dat vind ik eigenlijk niet heel leuk meer. Oh, hier ligt ook echt even anders. Deze ga ik trouwens ook echt wel weer ophangen. Die had ik bij Chess ook. En ja, dat blijft mega leuk. Ja, deze la ligt ook helemaal vol troep. Oh. Gieren dit trouwens. Dit is een UV-lamp voor urinedetectie. Ik ga stuk. Dit hadden we toen voor onze poes. Die had toen in de slaapkamer gepist. En we wisten niet precies waar het vandaan kwam. Dus we hebben deze UV-lamp besteld. Maar ja, onze poes is helaas niet meer. Dus... ja, als iemand nog een UV-lamp wil voor urine te detecteren, dan stuur me even een berichtje. Ik vind deze combinatie niet heel leuk, denk ik. En ik vind deze kleur ook meer iets voor een jongetje. Maar het is overigens wel echt een heel leuk dekentje. Dus, binnenkort op mijn Vinted. Oh, deze vlaglijn is trouwens van Loods 5. Die heb ik echt 3 jaar terug al daar gekocht. Daar ben ik ook echt heel blij mee. En ik denk dat ik die in de videokamer ga ophangen en dat ik dan... een nieuwe vlaglijn voor Jessica bestel met zijn naam erop. Ja, dan moest ik weer naar Fie toe om een speentje te geven. Maar dat is altijd zo druk. Als je zeg maar in een middagslaapje wakker wordt, dan lukt het er eigenlijk niet om zelf weer goed in slaap te vallen. Terwijl ze eigenlijk nog hartstikke moe is. Laat jullie van de week wel even meer zien als ik meer binnen heb. Maar goed, Fie moet hier dus, nou ja, moet niet. Maar ik wil eigenlijk vandaag... proberen of ze op deze kamer gaat slapen. En ik vind het ook wel heel chill dat wij gewoon weer in bad kunnen. Want wij hebben dus een bad in onze slaapkamer. Ik zal het straks even laten zien. En oh, dat heb ik zo gemist. Want ja, sinds een maand hebben ze echt wel gewoon een goed ritme. En als ze dan s'avonds in bed ligt en wij komen dan in de slaapkamer bijvoorbeeld, dan wordt ze toch altijd een beetje wakker. Dus dat vroeg me dan ook niet om dan in bad te gaan zitten en dan... ja, wordt ze natuurlijk gewoon wakker op een gegeven moment. 3 maanden niet van gekomen. Het wordt natuurlijk ook weer wat kouder en zo buiten. Dus ja, voordat zeg maar Fie bij ons op de kamer sliep, gingen Mark en ik gewoon echt 3 keer in de week samen in bad. En dat, ja, dat mis ik gewoon. Gewoon even lekker samen. Maar Oh ja, over die wallen gesproken. Ja, het Fie slaat gewoon 's nachts echt super ruk. Normaal gesproken, echt sinds dat ze een maand oud was, sliep ze echt al door. Dus dan, en doorslapen, dan praat ik over 8 uur 's avonds het laatste flesje. En dan pas 5 uur in de ochtend weer. Gaf ik een 5 uur flesje en dan sliep ze gewoon weer tot 9 uur. Dus dat was echt super chill. Snel al verwend met slapen, gelukkig. Was bij Chess overigens ook wel zo. Maar nou, ik denk dat een meid sinds 2 weken bedenkt van ja, het is over met te slapen. Ik denk dat ze nu 3 keer per nacht komt of zo. En dat ze dan gewoon niet gaat slapen. Dus ja, ik ben echt kapot. Oh ja, over nergens aan toekomen gesproken. Check even dit haar, joh, echt. Sinds ik dus bevallen ben van Fie, gebeurt dit al hoor. Ik weet niet wat het is, maar ja, een of andere rare krul. En het pluist en het doet vreselijk. En ja, ik heb gewoon dure kapper shampoo. En ja, verzorg mijn haar gewoon goed. Maar het ziet eruit alsof ik het nooit verzorg. Het is echt verschrikkelijk. Ik ga nu eventjes nog even lekker op de bank zitten. Voordat de kinderen zo meteen weer wakker worden. Ik weet trouwens eigenlijk helemaal niet dat Jysk slaapt. Ik ga wel even kijken. Want, by the way. Even kijken. Want, nou trouwens, hij is stil. Als ik ga kijken, dan wordt hij waarschijnlijk wakker. Nou, hey. Geen bericht, goed bericht hoor. Vind jij lollies lekker? Ja, hè? Jij bent gek op lollies. Ja, gek op lollies. Gek op lollies. En wat vindt Jess nog meer heel lekker? Auto, lekker. De auto, dat kun je toch niet eten? Kijk, auto. Maar wat eet je nog meer graag? IJsjes toch? IJs! Mag ik praten? Ja, ijsjes, ja. Oh, de gek. Ja hoor, zo chill. Mijn pakketjes zijn dus al binnen. En op de app stond dat ik het morgen pas binnenkreeg. En het is nu 5:30 en ze zijn dus nu al binnengekomen. Echt heel chill. En die grote heb ik dus via de vloer gekleed. Ik kan echt niet wachten om het open te maken ook, maar ik ben bezig met koken. Van Mark mag ik nooit 300 dingen tegelijk doen. Dus, nou, vloerkleed dus. En ik had nog een extra laken besteld voor Fie bedje. En dit is een nieuw slaapzakje voor Fie. Want ze heeft nu 0 tot 3 maanden aan. En ze moet natuurlijk naar 3 tot 6 maanden. Want ik heb weer een pukkenbaby besteld. Vanavond eten we dus parelcouscoussalade met avocado en witte kaas. Heel chill ziet het eruit. Maar de beste man die lust natuurlijk weer geen parelcouscous. Dus maak ik dan wel gewoon voor mezelf. In principe maak ik gewoon het gerecht. En heb ik voor Mark gewoon wat salade erbij. Wat ik voor hem erbij maak. En ja, hij wil eigenlijk ook altijd wel iets van vlees of zo erbij eten. Dus ik had lekker kip bij de polier gehaald. Dus die zit nu ook in de oven. Dus die gaan we er lekker bij eten. En ik hoop dat Jess ook een keer wat mee gaat bij eten. Want die heeft een hongerstaking. Die eet eigenlijk altijd niks tegenwoordig. Het avondeten. Oh ja, alleen pasta. Dus ik ben benieuwd. Zo, ik heb dus net even een rondje gedaan. En ik heb ook echt wel het maximum gewacht met sporten. Of eigenlijk, ik heb het maximum uitgesteld om weer te gaan sporten. Nu is het gewoon tijd om even wat te gaan doen. Ik voel me ook altijd wat chiller als ik weer wat gedaan heb. Nou ja, goed, om even terug te komen op het Fie-verhaal. Fie slaapt dus vanavond voor het eerst op de kamertje. En Jess dus gisteren. Ja, het was toch wel even een dingetje hoor. Ze heeft toch ja, 3,5 maand bij ons op de kamer geslapen, naast mij. En als er wat is of zo, je kon gelijk een speentje geven. En het flesje stond eigenlijk altijd klaar op het nachtkastje. En nu zou ik echt wel uit moeten als ze, stel, zou ze wakker worden. Ik hoop natuurlijk dat ze nu ook even wat meer gaat doorslapen nu ze op de eigen kamer slaapt. Want ik had ook wel het idee dat ze af en toe wakker werd van Mark zijn gesnurk. We gaan het zien. Hey schatje. Goedemorgen. Had je lekker geslapen? Hey. Hey. Hey schat. Had je lekker geslapen? Mama is nou echt heel trots op jou, hè? Ja, hey. Zo goed geslapen in je nieuwe bed. Tweede nachtje alweer. Ging supergoed. Fie ging ook heel goed op de nieuwe kamer. Zoals je ziet. Ja, maar was het beter vannacht? Je bent een draak. Je bent een draak, ben jij? Ik kwam gewoon om de 3 uur en had ik een flesje gegeven. Ook die spelen gegeven, want 2 uur was ik echt helemaal klaar mee. Dus toen heb ik het bedje maar gewoon weer naast ons bed geschoven. Hé, moppie? Maakt niet uit, hè. We proberen het gewoon nog een keer. Op zich sliep ze prima hoor, maar ik was gewoon zat om telkens naar bed uit te gaan en daarin te lopen en weer een speentje te geven en haar te troosten. Oké, ik ben echt de beste huisvrouw ever. Check dit even. Het is 1:30 en mijn adem staat nog vol troep van gisteravond. Gisteravond zat dus de vaatwasser vol met de troep van de dag, zeg maar. En die avond ervoor had ik hem vergeten aan te zetten. En ik had echt geen zin om, dit gisteravond dus nog weer te gaan doen. En over 3 kwartier staat Femke bij ons op de stoep. Chess slaapt gelukkig. En deze meid die weigert te slapen. Ik weet niet wat het is met haar is. Maar ze is gewoon een beetje onrustig. Ik heb geen idee. Dus nu even power opruimen. En dan even snel. Ik heb net de basis van mijn make-up een beetje gedaan. Even mijn make-up afmaken en dan zal Femke wel voor de deur staan. Dus ik ga even opschieten. Ik weet al niet wat andere wasmanden zijn. Dus hoe vol kun je een wasmand hebben? Maar kijk eens even. Mama hebben we nog niet opengemaakt. Wow, wat dit voor moois. Wow. Sorry. Wow. Mag jij hem uitrollen? Wow. Zo hé, die is echt mooi. Lekker hoor. Weet je wie er is? Ga eens kijken. Wij eten vanavond dit lekkere gerecht. Zo ziet het eindresultaat eruit. Bijna hetzelfde. Nee hoor, maar ik heb eventjes gewoon een stampotje ervan gemaakt. Ik vond dat ik eigenlijk veel meer trek in. Dit mega leuke kleed hebben we dus net binnen van Farm Living. Ik heb die besteld bij Geer van Mingo. En kijk hoe leuk, want dit is een boekje en er staat allemaal... Heel leuk. Zit jij nou mee te bemoeien dan? Vette leuke cadeautjes dus en inspiratie voor de verjaardag van de kids en 5/12 wat er natuurlijk aankomt. Dus ja, echt heel leuk.